moeszakken, moeszakinnen. Welkom bij de 39e pronkzitting, bekijk het maar, in Duizend en Elle Sprookjes. Gezellig. Hey, geloofden jullie nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in sprookjes? Ah, de rest kan naar huis, want de commissie pronkzitting, wij hadden eigenlijk een heel smerig, grof, toch wel grappig stukje. Maar de commissie pronkzitting wilde per se Duizend en Elle Sprookjes. U vraagt, wij draaien. Ik heb hier een heel mooi sprookjesboek. Even kijken, welke zullen we vanavond eens doen? Nou komt er een meezinger, let op. 1, 2, 3. Afzuigkapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Afzuigkapje, waar ga je heen? Zo alleen. Ga naar de reek toe, naar de reek toe. Ga je naar het homobos, afzuigkapje? Nee, nee, nee. Ga naar het koetshuis, plantjes afzuigen. In het koetshuis, in het koetshuis. Aha. Achter stond assenmoester, piepers voor de moesterschillen. Dat kunnen niet, stond. Je ziet het wel, hè? Niet meer bij de post. Bij de NS, hè? Promotie, je mag niet meer de brieven rondbrengen, maar ik mag voor het mee op de trein. Willy en Connie zijn er ook, hè? Die zijn ook op reis samen. Willy, die zitten samen in de restauratiewagen. En Willy net een paar vliegen gevangen. Die volgens mij niet eens de mannen kennen verroken. Connie kijkt hem verbaasd en zegt, hoe weet je dat nou, dat de mannen? Nou, die René, die staat op de narecht in de restauratiewagen. En die andere staat hier neer mij op de bank. Ja, Willy en Connie zijn al 20 jaar heel gelukkig, hè. Totdat ze elkaar voor de eerste keer ontmoeten. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. It's one time, one go, give it to you. Cause I'm tap one go, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Tieske en de Lamherders presenteert Soldaat van het Moesland. Het Moesland is in oorlog. Onder leiding van generaal Tieske bereidt 2e bataljon de Lammeherders zich voor om uit de as te herrijzen.
Maar we waren toen met z'n vieren. Ja, dat klopt. Waar is die nou gebleven? Ja, ik zie hem. Waar dan? In de Reekse bossen. Hé, hey, en hoe kunnen we zien dat er de Reekse bossen zijn? Ja, en al die uilen. Uilen? Hoezo uilen? Ja, dat hoor je toch? Joehoe! Maar volgens mij leeft hij niet meer. Nee, volgens mij ook niet. Maar waarom ligt hij op zijn buik? Ja, het zijn de Reekse bossen, die hebben ze van achter geraakt. Hé, hey, en die dictator van de Reek die we aan het zoeken zijn, wat is er nou eigenlijk voor iemand? Dat is een overloper uit het Moesland. Vincent Banaal, oftewel Prins Tuut de Laatste. En die schijnt in Reek nog een relatiebureau te hebben, ook nog als dekmantel van zijn absurde plannen. Een relatiebureau? Jazeker. De pot- en hetero-service. Dagen strijden, hele zware tijden, samen leiden aan het front. Vele helden daden en je kameraden hopen op een morgenstond. Een spannend avontuur, hier spelen wij met vuur, het leger waar ik bij hoor. Vele strategieën, vijand voor de knieën, we vechten door het einde door. Moesselaars zijn, is alle dagen een groot feest. Moesselaars zijn, door de vijand zeer gevreesd. Moesselaars zijn, marcheren op de hofkapel. Moesselaars zijn, moesselaars zijn, moesselaars zijn. Hebben jullie ook glasvezel gekregen? Eerst wel glasvezel. Bij weinig interesse, toch maar niet. Dan heel schaai ik maar weer aan glasvezel. Jonge. Ik vind dat hetzelfde als een lelijk vrouwke in de kroeg afwijzen en s'avonds toch mee naar huis nemen. Wat denkt u van ons centrumplan? Je kunt zien dat dat door ambtenaren aangestuurd wordt. Wat duurt dat lang? Er zijn mensen vandaag hier samengekomen om afscheid te nemen van een vriend, collega, vader, zoon en vriend. De geweren is niet meer. Marinus is dood. In nagedachtenis van Marinus. Marinus was een geliefd persoon in onze gemeenschap. Sommigen van jullie vonden hem onduidelijk. Anderen vonden dat hij veel humor had. Ik ken Marinus persoonlijk goed en ik denk dat hij veel onduidelijke humor had. God, wat een ouding. Dat is die nog ergens verkopen. De Grauw, Europaplein. Kei smerig. Ik is opvoed. Ik zat net nog in de lamp. Dus betekent dat iemand over de lamp gevreven heeft. Welke sterveling is mijn meester? Voor 3 wensen lang? Verrek, boot. Kom jij uit de lemke?
drie wensen dan, Spierings. Begin maar met de eerste wens. Ja, Boot, dat ken ik je toch helemaal niet. Hoezo niet? Doe dat bij hen. Het is leuk voor die mensen hier. Hè? De eerste wens. Wat wenst u? Een trein, auto, vliegtuig, een boot. Kijk eens overnieuw. Nou, het zal mij benieuwen. Wat? Weet u het zeker? Ja. U wil ik geschieden? Voel niks? Zie niks? Ik voel niks. Kijk dan maar. Ja, was daar. Dit is wat u wenste. Een jonge heer van 60 centimeter. Volgens mij is hij dood. Hé, hey, dokter Jan. Het is hier een noodsituatie. Ja, hij nam een hap van een ei, begon te hoesten en viel neer. Ja, ja, ik denk dat hij dood is. Dus, ja, je komt eraan. Mooi. Weet je de weg eigenlijk? Nee? Oh, dan, het is als je bij de Rijksweg bent, bij de stoplichten, dan ga je het dorp in, kom je langs de brandweer, kom je langs twee cafés, kom je bij de rotonde, waar geen rotonde is, maar een driehoek. Ga er verder, kom er bij de Bruna, bij de Wieland, ga er linksaf, kom er bij de DOW, zit er verkeerd, moet er terug. Ga er naar de Wieland, weer langs de Bruna, bij de rotonde, waar geen rotonde is, maar een driehoek. Ga er verder, kom er weer langs twee cafés, bij de brandweer, ben het wij terug, ga er weer terug, langs twee cafés. Kom er bij de rotonde, waar geen rotonde is, maar een driehoek. Ga er rechtsaf, de enige weg die je nog niet gehad hebt. Ga er verder, kom er bij de bakker uit. Als je bij de bakker bent, ben het te wijd, ga er terug naar de rotonde, waar geen rotonde is, maar een driehoek. Dan is het daartussenin, bij dat grote gebouw, met die klok erop. Ongeveer zo. Ik was vanmiddag op de praktijk aan het werk en ik moest nog iemand bellen. Ben ik het helemaal vergeten? Nou zit ze hier in de zaal. Ingrid Boeien of Van der Lagemaat, kun je ekkes gaan staan? Had jij die zwangerschapstest nog gedaan? Nee? Waren de vragen te moeilijk? Hé, hey, en bij ons dan, hè? Zijn aan het verbouwen. Heb je gezien hoe groot dat die wachtkamer wordt? Ik zeg tegen Kolenburg, kan dat nou niet anders? Hij zei, wij willen hetzelfde als al die ontslagen wethouders bij de gemeente en een hoop waaggeld. En dan die schilders die hier bezig zijn, hè? Alle onze zaken kwamen rennen van de lier af met een kwaast in zijn hand. En ik er naartoe. Ik zeg, als je die potververs mee naar boven neemt, was dat niet beter of handiger? Dat was zeker handiger, vrouwke. Maar er staat toch echt op het blik dat grondverf is. Hé, hey, en er komt een heel grote balie, hè. Dan kunnen wij vast een hoop werk van de dokters overnemen. Want ja, je kunt niet iedereen over de telefoon beter maken. Kreeg een spoedgeval aan de telefoon. Een bedrijfsongeval, zin je mens. En dan moeten wij snel handelen, hè? Dat staat in ons protocol. Ik zeg, wat en waar? Ik luister, ik roep mee naar een dokter. Ongeluk met een duiker bij de Campina. En ik dacht, wel goed, Gert Connie, roept hij terug. Duiker bij de Campina, dat is toch zo wijd de weg. Ik heb nog een keer vragen. Oh, verkeerd verstaan. Hij heeft een druiper en hij leent Catharina. Zo. Goedenavond, welkom bij EHBO-vereniging Het Verzorgd Wundje. En ja, zullen we maar eens even gaan beginnen. We gaan terugkijken op het afgelopen jaar van de EHBO-vereniging Het Verzorgd Wundje. En straks krijg ik natuurlijk de praktijkles. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Is er al iemand een beetje zenuwachtig of wat is er? Ik voel me kloten. Dan haal je handen uit je zakken. Nou. Hey, we beginnen even met een opwarmertje. Een klein vraagje alvast. Stel, er valt een kind uit de boom.
Wat doe je dan? De kinderopvang bellen. We zijn bij een hondenwedstrijd in de Louwstraat geweest. Ja. Stond daar Teven Leeuw, hè? Van hondenpension het verzorgd hondje. Ja. Thee, die heeft zoveel gestudeerd, zit hij net nog tegen mij. Nou, het enige waar hij opgestoken heeft op school, dat is een peuk. Maar Thee, die heeft een hond, hè? Zonder poten. Weet hoe dat hij heet? Ja, dan maakt het dan niks uit. Als ik hem roep, dan komt hij toch niet. Ja, ook bij restaurants komen wij graag. Zo waren we pas bij Huub Stols van het verbrand muntje. Ja, we keken even terug op zijn glansrijke carrière. Als kok, hè, wist hij nooit wat hij moest koken. En dan liep hij naar de koelkast en dan ging hij altijd een lichtje branden. Ja. En waar ik bij Nettie Tielemans, hè, die had een pratende cake gebakken, ja. Met voicemail. En Nettie, die zei tegen ons dat we zo'n mooi nieuw EHBO-jasje hadden. Met al die lijnen. Ja, en ik hou wel van lijnen. Oh, die eten? Ja. Dat brood met chiazaad, hè? Want ik lach met jou, ik drink met jou.